Criticus Christi was er ook. Hè? Sorry? In 1947, in het tijdschrift Cahiers daar, om zelf meteen maar het antwoord te geven. Nee, Bonnard was te weinig geëncacheerd om nog relevant te zijn. Eén oude vriend nam het voor hem op. Razend kalkte Matisse over de eerste bladzij van het stuk van Cervos. Ja, ik verzeker u dat Bonnard een groot kunstenaar is, nu en in de toekomst. Matisse scheurde het uit en stuurde het naar Cervos. Bonnard zelf antwoordde nooit op de kritiek. Het enige dat hij er tegenover stelde was zijn oeuvre. En dat bleef geliefd, ondanks het misprijzen van critici die vinden dat kunst doorbraken moest forceren. Maar daar heb ik nog steeds niet verteld over zijn vrouw. Maar dit is hoe er over hem gedacht werd. Nou, Bonnard heeft inderdaad hele speciale. Het is echt een soort zee van licht en kleur. En het sprankelt. En het onderwerp is dan wel de vrouw. Maar je zou je bijna kunnen afvragen: is het onderwerp niet gewoon het schilderen zelf? Hè? Als je dit ziet. En met zijn vrouw als model en continu. Maar zijn vrouw Marthe. Dat had ik al een beetje in mijn tekstje verklapt. Die werd steeds fobischer. En zij had echt smetvrees. Dus zij baden en baden en baden. En dat ging maar door. Ze ging heel vaak in bad. En ze kwam ook steeds minder hun huis uit. Eerst woonden ze geloof ik in Noord-Frankrijk. En later gaan ze naar het zuiden. En daar schildert hij ook van die mooie uitzichten. Dan is ze daar nog wel. Maar dan mag je blik zich verliezen door het raam naar het landschap. Alsof je even weg kan van Marthe. Maar hij bleef haar altijd trouw. Hij hield heel veel van Marthe. En hij heeft haar dus meer dan 200 keer geschilderd. Naakt. In bad, scrubbend, kijkend in de spiegel. Nou ja, zij is gewoon zijn muze, maar eigenlijk is ze natuurlijk heel erg ziek. Ze is echt, echt geestesziek. En als ze naar buiten gaan, dan schermt hij haar zelfs af met een paraplu tegen de blikken van mensen die hun zien. Want iedereen weet wel wat er met haar aan de hand is. Maar hij blijft haar trouw tot het laatst. En nou heb ik een heel mooi boekje gelezen. Dit. Tijdens corona. Dat is een Belgische schrijver. En ik vind hem heel leuk schrijven over kunst. En het heet Tuimelingen. Over leven, kunst en kijken. En ik hou heel erg van Bonnard. Ik heb er altijd heel erg van gehouden. En hij ook, blijkt. En ik ga een citaat lezen hoe hij over hem schrijft. Nou, en ook wat hij hierin ziet. Nou, daar in dat huis werd zijn vrouw met de jaren ziek. Marthe werd neurasthenie, paranoïde en fobisch. Dagelijks moest ze uren in bad liggen. Bovendien verdroeg ze uit groeiende achterdocht steeds minder bezoek. Het koppel raakte allengs steeds meer geïsoleerd. Bonnard maakte van de nood een deugd. Marthe en haar badkamer, zowat haar tweede woonkamer, werden het prachtige hart van zijn werk. Uren, dagen, jarenlang heeft Bonnard zijn vrouw geobserveerd in haar salle de bain, zowel sanctuarium als dispensarium. Hij heeft haar schier eindeloos geschetst in zijn boekjes en vele tientallen keren geschilderd op vaak vrij grote doeken. Of ze dat altijd prettig vond, ik geloof het niet. Ze heeft het blijkbaar verdragen. Bonnard was toen al een bekend kunstenaar, al moet het soms ondraaglijk zijn geweest. Die immerturende blik achter dat brilletje en boven dat zuinige, strenge mondje van hem. En ongetwijfeld regelmatig een grijns. En hoezeer ik ook weet dat het zacht gezegd geen gemakkelijk samenleven moet zijn geweest, dat de schilder ongenadig zijn vrouw tot voorwerp van onderzoek kon reduceren en dat zij hem dikwijls vervloekt moet hebben, zoals hij haar uit zijn priemende hoogte kon monsteren, de werveling, de schittering, de betovering. Ze verdrijven de bijgedachten moeiteloos. Zij zijn het die overblijven. En hoe? In deze doeken is een fabelachtige schilder te zien. Natuurlijk is dit de vrouw doorgaans het middelpunt. Zij droogt zich af, staat voor de spiegel, bukt zich, rekt zich, strekt zich uit, wast haar voeten, kamt haar haar. Kortom, ze beweegt zoals veel vrouwen zich bewegen in badkamers, neem ik aan. Maar evenzeer is zij ook aanleiding, evenzeer is zij vorm, lijn, contour, curve, diagonaal, rechte of kromming. Evenzeer is haar lichaam een kleurenpalet, haar gesties en gesties? Nou, haar gebaren. Een alibi voor de compositie, haar aanwezigheid, een drogreden voor de ware beweegredenen van de schilder. Het licht. Mooi, hè? Of vonden jullie het niet mooi? Ja.
Ik vind het echt een aanrader. Hij schrijft over van alles en nog wat. Heel leuk. Hoe heet die schrijver? Wat zei je nou? Bernard de Wulf. Oké. Je mag hem van me lenen, Berdien, als we weer in het museum terecht kunnen. Nou, snap, zien jullie het? En dan wil ik nog even eindigen met dit. Een zelfportret. En wat valt jullie daaraan op? Wel opschieten, geloof ik. Is er iets opvallends aan dat schilderij, vinden jullie? Dat hier de kleuren weer heel anders zijn. Ja. En nog Hier. iets? Ja, zijn zeker. Zijn heel, dat oranje-rood, hè? Heel intens. Is er nog iets wat heel erg opvalt? Tegen licht. Hè? Wat zei jij, Veronique? Tegen licht. Tegen Tegenlicht. licht. Tegenlicht. Ja, ook wel Ja, een dat schiet mooie. is achter en daardoor zie je zijn gezicht niet zo goed. Ja. Maar waarom zou die afgesneden zijn en daaronder nog steeds bonaar en tegeltjes? Wat Is denken er in de jullie? spiegel, ja. Ja, het is een zelfportret. En hij heeft heel veel zelfportretten gemaakt. Maar dit is wel een van zijn latere zelfportretten. En nou ja, oh, daar had ik ook nog een heel mooi stukje over. Maar nou weer ben ik de draad kwijt waar ik het heb. Nou ja, in ieder geval, er zit ook wel een soort twijfel in, hè? Ik weet niet, ik vind het ook wel een soort, ja, dat is misschien interpretatie. Wat vinden Ja, jullie? nee, ik vind het ook. Hoe hij zijn hoofd houdt. Ja. En dat je ziet niet goed. Ja. Er zit iets in hem. Ik kan het niet zo gauw onder woorden brengen, maar ik ben het met je eens. Het is Nou. niet. Een beetje verdrietig. Ja. Ja, heel Ja. verdrietig. Ja. En die opgetrokken wenkbrauwen zo. En een beetje onzeker. Hij kijkt zo Ja. alsof hij is duidelijk de kijker en wordt nu bekeken door Ja. zichzelf. En is een Ja. beetje onzeker over. Terwijl Maar hier het zelfportret is. ja, Ja. als het in de spiegel is, dan kan er in de badkamer misschien, weet je. Misschien heeft hij net zijn vrouw Marta geschilderd. Het heeft iets alsof er een zware last op zijn schouder zit. Ja. Zomaar. Ja, die frons in het voorhoofd inderdaad. Ja, 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 Dus de ja. hangende schouders, ja. 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 Best intens, hè? Ja. Ja. Nou, ik had nog een heel mooi filmpje, maar we hebben geen tijd voor. Maar dat kan ik jullie wel aanraden, want dat heet de documentaire A Love Exposed van de BBC. En het is echt heel mooi. Het is een film over hem. Als jullie het mooi werk vinden, ik vind het zelf prachtig. En ik vind juist die eigenheid en die kwetsbaarheid, dat is deze film. Maar die ga ik niet aanzetten nu hoor. We gaan verder. Deze ook even overslaan, want het gaat te snel nu de tijd. Maar ja, kwetsbaarheid. Ik vind, hebben jullie het gezien in het echt of niet? In de pont, hè? Ja, zo Ja. ooit. Ja. Ja, en weet je nog hoe groot ze waren, Margreet? Oh ja, ik Ja, heb ze want er dat maakt het. Ja, als ik er dan toch nog iets over wil zeggen. Dat is wat Marlene Dumas erover zegt. Van, ja, een. waarom nou die rare monsterachtige baby'tjes? En ze had toen altijd een Polaroid-camera. Die mist ze heel erg. Maar ook met die kleur trouwens. Intense kleuren. Maar ze, ja, ze worden juist zo heftig of zo. Zo sterk en overwhelming. Omdat ze zo groot zijn. En dat is een truc wat heel veel kunstenaars. En natuurlijk zelfs bij de David van Michelangelo. Groter dan levens echt. Dat, ja, dat doen heel veel kunstenaars. Of juist net iets kleiner. Maar je Schilderen. hebt hier ook met het kleurgebruik heel erg dat het voelt alsof ze aan het ja, doodgaan zijn eigenlijk, in plaats van dat Ja. het nieuw leven is. Dus dat is een Ja. contrast ook. Ja. Ja, het is heftig, hè? Want het is je eigen dochter en alleen dat dit jongetje. Hé, nu kan ik wel een pijltje doen. Dat jongetje was dan een vriendje van de zwangerschapsgym. Nou ja, in ieder geval, ja, ik ben het met je eens. Ik vind het ook niet zo. Maar ja, het is wel extreem kwetsbaar. Ja, nou, deze dan. Femke, jij kent hem uit het museum natuurlijk, hè? En iedereen kent hem, denk ik. Jeroen is heel aardig. Ik heb trouwens een jaar met hem tegelijk op de Rijksacademie gezeten. Maar het is iemand die zou ik bijna de romantische kunstenaar willen noemen. Als ik het niet zeg, dan staat het wel op zijn website. Want hij schrijft heel mooi. Hij schrijft hele mooie verhalen. Springtime. Nou, voor degenen die het niet kennen, ga ik het toch even laten zien.
Oh, sorry. Oh, nou ja. Weggedrukt. Maar jullie kennen het, hè? Hij eindigt helemaal vol met de bijen. Helemaal vol. Helemaal vol. Femke, weet je nog hoeveel bijen het zijn? Geen idee. 150. Ik weet niet hoeveel bijen het zijn. Ik heb me wel laten vertellen dat ze een speciaal stofzuigertje hebben, waarbij ze die bijen dan weer kunnen verwijderen, omdat ze doodgaan. Nee, maar essentieel. Ja, hij zit wel echt in een pak, hoor. Kijk maar. Dit is, staat op zijn website. Behind the scenes. Kun je helemaal doorscrollen. Nou, deels in een pak, hè? Niet helemaal, eigenlijk. Het zijn 150.000 bijen. Dit is in Ierland opgenomen. En hij is 30 keer gestoken. Dus hij ligt daarna echt in het ziekenhuis. Maar waarom doet iemand dat nou? Springtime. Nou, zijn werk, zegt hij zelf, hij schrijft heel mooi, gaat over lijden, pijn, aftakeling, mislukken, dood. Echt wel de romantische traditie, zeg maar, van een kunstenaar. Maar ook de zoektocht naar schoonheid, het sublieme, spiritualiteit, overgave. En overgave is hier een heel belangrijk ding. Want hij zegt, ik schrijf heel veel. En voor mij zijn die bijen zijn bijna de metafoor voor woorden. Als ik begin te schrijven, kan ik niet meer ophouden. En hij zegt dus ook van, springtime ontstond vanuit het schrijven. Zoiets als de Mount Everest beklimmen noemt hij schrijven. Je zit en je verzet bergen. En bijen zijn een metafoor voor woorden voor hem. Want ook bij gedachten, hè, hoe woorden gedachten transformeren. En in woorden en zich ja, steeds meer uitbreiden die gedachten. Zo ziet hij die bijen ook. Want je wordt er helemaal in opgenomen. Je wordt overdonderd, zegt hij, door de woorden, door je begrip. Je wordt erdoor overvallen. En dat is ook wat de bijen met mij doen. En dan zegt hij uiteindelijk ook nog, dat hij eenmaal helemaal bedekt met die bijen, helemaal niets meer voelde. Hij raakte echt in trance. Want hij had natuurlijk al verschrikkelijk veel pijn. En hij had echt zo achteraf een soort gevoel van dust to dust gevoel. Ashes to ashes, schrijft hij. Angst voor de dood. Maar hij werd er helemaal stil en leeg van binnen. Hij was echt helemaal in een soort trance. En nou ja, naar de hand lag hij natuurlijk in het ziekenhuis. En dan zegt hij van, dat het was een soort ashes to ashes gevoel, angst voor de dood. Maar dan probeer ik toch niet te vergeten dat er een sacred spark of the soul is, which is still burning somewhere inside the amorphous creature, which I am still. Zoiets als die onder die bijen zitten. Dus ja, het gaat over overgave. Het gaat over jezelf verliezen, overgeven aan iets groters. En, maar ja, met een heel intens werk. Nou, de tijd vliegt. Ik heb nog veel te veel leuke dingen bedacht. Maar heel kort deze dan. Oh, verklap ik het al. Shit. Sorry. Deze. Ik heb vrij veel hedendaagse kunst genomen. Ik weet ook eigenlijk niet zo goed waarom. Maar daar kwam ik gewoon op uit. Ik had even goed natuurlijk Michelangelo meteen kunnen nemen. Sam Taylor Wood, videokunstenares van die Young British, hoe heet ze ook alweer? Die rebelse groep die allemaal tegelijk afstudeerde van Goldsmith, Damien Hirst. Young British Artists, volgens mij. Oh, Young British Artists, ja. En zij heeft echt hele mooie werken gemaakt. En dit heet Natuurlijk, hoe heet het? Volgens mij heb ik het al verklapt, of niet? En als je het niet weet, dan mag je er een titel aan geven. Dus heb je het dan? Ja, Pieta, dankjewel, Veronique. En dit is, wacht even hoor. Ik kende hem namelijk niet, het zal heel erg zijn voor mij, maar daar, dat soort dingen ben ik weer heel slecht in. Maar ze houdt Hollywood-acteur-icoon Robert Downey 2 minuten in haar armen. Wie is hij? Kennen jullie hem? Robert Downey? Ja? Oh, ik heb hem niet opgezocht, daar had ik geen tijd meer voor. Maar best wel mooi werk, vond ik. En natuurlijk, krijg je dan de directe verwijzing naar het lijden van Christus van Michelangelo. Het is een directe verwijzing, maar wel met film en video als medium.
En zij heeft deze gemaakt. Die was ooit in het stedelijk. Ik weet niet of ze het in bezit hebben. Maar ik vind het wel een heel erg mooi werk. Oh. Ik ga het eventjes anders doen. Ik vind het mooier om hem even groot scherm te laten zien. Dus ik doe het even zo. Oh. Nee, hè? Hi everyone, today I'm going to talk to you about self-healing wood, and especially for still life work. And I've titled my presentation A Little Life, nee. A Little Death. Ga weg. Nou, dan zet ik die maar weer aan dan. Tijd vliegt, maar hij is bijna. Ik zet hem nu uit, want ik heb nog een paar mooie dingen. Maar je ziet die mand is ook heel mooi, hè? Waar ze het op heeft gemaakt. Dat die schimmel, of hoe je dat, ja, noem ik het eigenlijk schimmel? Zich helemaal aan die mand vast. Kennen jullie dit werk? Nee. Prachtig. Ja, hè? Mooi, hè? Ja. Alle Rijksmuseum rondleiders die altijd langs die stillevens lopen. Dan vind ik het zo leuk dat nog een kunstenaar het ook op deze manier heeft laten zien. Jeetje, 9:05. Ik heb echt nog een paar hele mooie dingen. Het is allemaal een beetje verdrietig. Maar wat ging het over kwetsbaarheid, weet je? Ik zal even één citaat geven van een gesprek wat ik had in het verpleeghuis, toen ik een aantal van dit soort werken liet zien. Toen zei ik van, wie voelt zich wel eens zo kwetsbaar dat je eigenlijk, dat je zelfs, misschien er niet meer zou willen zijn. En toen zei een vrouw met Parkinson, die pianiste was geweest, ze zei, ja, ik vind het fantastisch om hier nu te zitten, maar ik heb ook heel vaak dat ik botje voor botje zou willen verdwijnen. Ja, kijk, dat soort dingen maak ik ook wel mee. Dat vind ik echt heel mooi gezegd trouwens. Want ze heeft Parkinson. En, of een man die dan terminaal is, die ook zegt van ja, maar jij bent er in ieder geval. Ga ik maar niet zeggen hoe ik me voel. Want jij laat me mooie dingen zien. En toen heb ik dit ook laten zien. I'm too sad to tell you. Maar die ga ik nu even... Kennen jullie dit werk? Ja, dan moet u maar zelf even kijken. Het is Bastiaan Ader, jaren 70, Amsterdamse kunstenaar. Waarschijnlijk weet u allemaal hoe het met hem is afgelopen.
denk ik zo. Maar echt zo'n romantische kunstenaar ook wel in die lijn van... dat hij bijvoorbeeld op dat weggetje waar je die toren van Domburg ziet, à la Mondriaan, die rechte lijn, weet je wel, doorbreekt door te vallen, zo op een paar schragen. En zo in het Vondelpark in de vijver fietst of van een dak af rolt. En dit filmpje heet I'm Too Sad to Tell You. Je ziet hem echt, ziet hem gewoon aan iets denken. En hij houdt het gewoon niet droog en hij begint weer te huilen. En dat houdt weer even op en hij gaat weer huilen. Maar dat ga ik nu niet laten zien. Maar zijn laatste werk is dit werk. En In Search of the Miraculous. Nou. Hoe kwetsbaar kan je zijn als je in... wanneer was het? 1975? 1976, toch? Ja, wat goed van jou, Martine. Ja, in 1976. Als je vertrekt vanuit Massachusetts met zo'n klein bootje. Dat zou het kleinste bootje zijn wat over de Atlantische Oceaan van Amerika naar Engeland, naar Plymouth zou zijn gevaren. En dat ging hij doen. En hij heeft een mooie kaart gemaakt. Zo, zie je die? Zo'n laatste foto is er gemaakt in Search of the Miraculous. En een koor zingt hem volgens mij na. Dat heb ik niet helemaal kunnen vinden meer. Maar ik heb dat ooit eens gehoord. Of zou hem toezingen als hij zou aankomen in Engeland. Nou, ja... Iedereen verklaarde hem al voor gek. Maar zijn vrouw zwaaide hem uit. En die geloofde er echt in dat hij dit wilde. Maar het is natuurlijk heel mooi om dit een beetje te romantiseren. Dat dit een soort ultieme zelfmoordpoging is geweest. Want het bootje is 150 mijl uit de Ierse westkust gevonden. Maar Bastiaan Ader is nooit meer gevonden. En in het bootje lagen wel restanten van eten. En er lagen persoonsbewijzen. En van alles en nog wat lag erin. En zijn vrouw houdt vol in een interview dat zij er helemaal niet in gelooft dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar het is wel het ultieme werk, zeg maar. Zijn laatste werk. Daar mag je mee doen wat je wil. Maar het is natuurlijk wel extreem. Het gaat heel erg over kwetsbaarheid, zijn werk. Dus ik vind het wel een bijzondere kunstenaar. En deze. Nou, die kennen we ook. Ik zie Maartje lachen. Ja, die was in het Frans Hals. Nou, ik zal hem even aanzetten. Oh, die kennen we. Weten jullie de titel van het werk? Nou, dan is het wel leuk, want hoe zouden jullie het noemen? Ik ben wel echt een rondleider geworden in al die jaren. Mm-hmm. Echt interactief. Hoe zouden jullie het noemen? Verzin eens een leuke titel. Dit doen wij ook allemaal met mensen in het museum. Hè? Dat is best wel confronterend. De ijsbreker. Ja, had ik ook. De ijsbreker. Ja, leuke. Iemand anders nog een leuk idee? Follow me. Follow me? Ja. Wie zei dat? Nee, Maria. Ah, ik zie jou niet, Maria. Nee, ik zal het niet. Ja. Ja. Ah ja, Maria. Follow me. En maar where to? Ja. Iemand anders nog een leuk idee? Durf. Hoe? Durven. Durf. Durf. Ja. Ja. Ook een mooie. Nou, het is een werk uit 2002 en hij heet Everything is Going to Be All Right. Oh. En Van der Werf paart zichzelf ook echt in de... Het is een hele leuke kunstenaar. Hij is opgeleid als pianist en hij doet ook allerlei triathlons en zo. En hij combineert die drie dingen ook met elkaar, maar ook bij hem weer... Ja, ik hoef het jullie niet uit te leggen. Zo'n nietig klein mensje wat zo vlak voor zo'n ijsbreker, want het is een ijsbreker, uitloopt.
En zonder op of om te kijken, alsof het gevaar hem niks kan doen. Hè? Het gevaar om te verpletteren of te verdrinken gewoon niet bestaat. En dat is wel mooi. En zo, ja, die kwetsbaarheid. Ik vind het wel een heel sterk beeld, vind je niet? Heel sterk werk. Maar, hoe heet die kunstenaar? Guido van der Werven. Ja, en hij woont deels in Finland, deels in Berlijn en deels in Amsterdam, geloof ik. Of in ieder geval Nederland. Hij woonde een tijdje in Amsterdam. En ja, wat had ik er daar nog voor? Oh nee, ik heb er nog een andere. Nee, stop. Deze. Hé, hey, die kennen we. Ja, wie roept dat? Wie roept dat? Martine, zei jij dat? Ja. Heb je gezien in het echt? Mm-hmm. Ja? Weet je waar die hangt? Nee, Mauritius. 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 Het is in Kenwood House, midden in een park in Londen. Oh, ja. Echt geweldig. Echt zo'n oud landhuis. Met een, ik geloof nog ook een Vermeer en Rembrandt. En echt fantastisch. Ja, nou ja, ik werk al heel lang in het Rembrandthuis. Dus ik ben gewoon Rembrandt-kenner een beetje geworden. Maar dat hoef ik niet te zeggen, want dat zijn jullie ook allemaal. Maar wat valt jullie heel erg op aan dit hele late portret, 1665? Nou, dat is het lichaam. Hoe massief is het lichaam? En ja, ik zou zeggen de drie kwart van een schilderij. Bijna is er... Het lichaam. De schouwen wordt. Mooi monumentaal lichaam. Monumentaal lichaam, ja. Ja, vind ik mooi dat je dat zegt. Het is een heel monumentaal schilderij eigenlijk. Ja, hè? Ja. En wat nog meer? Wat valt jullie nog meer op? Nou, wat mij heel erg opvalt is dat wetende wat een goede schilder, hè, die kan de perfecte cirkel tekenen. Dus dat hij niet één, maar gewoon twee cirkels heeft getekend. Ja, echt heel tof. Ja, dat vind ik zo tof. Ja, ken je het schilderij of niet? Ja, ik heb er lang voor gestaan, want hij is zo pasteus geschilderd. Ja. Dus als je ervoor staat, dan herken je eigenlijk het hele, ja, zeg maar, vanaf zijn borst. Het is nauwelijks te zien wat het is. Je moet echt op afstand gaan staan, wil je zien dat hij inderdaad een palet en kwasten heeft. Maar het is een weer warbel van verf inderdaad. Ja, klopt. Het is eigenlijk heel grof geschilderd. Ja, we kennen Rembrandt natuurlijk als die fijn schilder toen hij die jonge Rembrandt was. Als dat laatst in de Lakenhal, of laatst net voor corona. Zo'n heel mooie tentoonstelling over de jonge Rembrandt zoals hij het leert, hè, in Leiden. En dan gaat hij naar Amsterdam en dan... Ja, ontwikkelt hij zich, hij kan dat allemaal, maar hè, steeds meer naar die kunstenaar met die hele expressieve toets. En hij heeft hier bijvoorbeeld ook, er wordt wel gesuggereerd dat het niet eens af is. Want wat is hier nou zo speciaal aan? Dat doet hij nooit, er staat geen handtekening op. Het is niet gedateerd en het is niet gesigneerd. En dat is wel gek. Dus dat is heel leuk, want dan kan je blijven speculeren. Misschien kan Michiel, maar ik weet niet of Michiel er nog is. Die heeft een fotootje. Dus Michiel, als je er bent, laat je zien en roep eens wat. Want jij hebt ook heel lang in het Rembrandthuis gewerkt. Nee, ik ben er hoor. Ik denk dat je mij kunt zien, maar dat, ik zit met de mobiel op de trap. Oh, oké. Okay. Ja. Maar dit is een prachtig schilderij. Echt een topwerk uit Kenmoes. Ja, maar meer weet ik er ook niet over op dit moment. Nee. Nou, wat ik las, is dat hij ook zelfs met de achterkant van zijn penseel de snorharen heeft uitgekrast. En het is dus heel erg vrij geschilderd. En mooi dat je dat zei, Shahaila, zeg ik het zo? Goed? Ja, want je moet echt naar achter om het te kunnen krijgen, te pakken in zijn geheel. Maar als je inzoomt schijnt, dat weet ik niet meer hoor, dat is voor mij te lang geleden. Maar dan zijn de ogen echt juist met die hele precieze stijl. En dat doet Rembrandt heel vaak. Dan heeft hij die ogen bijna als glas geschilderd. En die combinatie maakt het zo bijzonder. Dat je zo gaat inzoomen en uitzoomen. En weet je wel, en misschien dat dat ook wel toe bijdraagt dat die ogen zo intens zijn. Dat weet ik niet. Maar die twee cirkels is ook een leuke. Want dat is echt, nou ja, heerlijk stof voor speculatie. Want niemand weet het. Kijk, sommigen zeggen, kunsthistorici, las ik van ja, hij laat even zien dat hij... als oude kunstenaar uit een losse hand perfect twee halve cirkels kan schilderen. Nou, tadaa, daar staan ze.
Maar je kunt ook zeggen, misschien symboliseert hij wel eenheid. Als je ze bij elkaar brengt, dan is het misschien één en dan is alles rond. Hij is aan het eind van zijn leven. Hij heeft iedereen verloren. Hij verlaat zijn huis in dat 16... Oh, heb Berdien, wanneer was het ook weer? Michiel, help. Het heeft... 59? Hè? 58? Nee. 58? Wanneer verlaat hij het huis ook weer, Michiel? Het Rembrandthuis. Nou ja. Hij is in ieder geval, hij zit helemaal aan de grond. Hij heeft zijn boedelverkoop gehad. En dan heeft hij zijn zoon zijn zoon leeft nog, maar zijn vrouw heeft hij verloren, Saskia. En iedereen om hem heen versterft. Hij heeft zijn hele huis moeten verkopen. Hij is super rijk geweest. En dat verliest hij allemaal in deze periode. En hij overlijdt in 1669. Dus dit is heel kort voor zijn dood geschilderd. En die blik. Want hoe zouden jullie dat omschrijven? Is dat een trotse schilder? Of... wat vinden jullie? Hoe die daarop staat? Ik vind dat er namelijk heel veel in zit zelf. Dus ik durf het niet te zeggen. Maar ik vind er wel een soort vertwijfeling ook wel in zitten. Zijn jullie het met mij? Ja. Eigenlijk is het een beetje zoals bij Bonnard net. Hè? Maar dan anders. Ik bedoel, Bonnard was wat meer treurig en gebukt onder. Ja. Maar op een bepaalde manier kan je bij allebei zien dat ze naar zichzelf kijken met een mengeling van gevoelens. En daardoor, ik voel me ook heel erg gezien. Als ik naar die ogen kijk, denk ik dat hij mij ziet, maar hij ziet natuurlijk zichzelf. Ja. Dat vind ik heel mooi eraan. Dat is mooi, hè? Ja, dat je zo bijna 400 jaar terug contact maakt met zo'n mens. Want dat is natuurlijk Rembrandt ook, dat hele menselijke, hè? En dat is precies hetzelfde bij zijn eerste zelfportret in het reeks. Hè? Je ziet... en plotseling kom je bij Dora en je kijkt naar mij. En elke keer met Rembrandt, je kijkt hoe mooi en de licht schaduw. Maar plotseling kom je bij Dora en ik kijk naar mij. Je wordt bijna geschrokken. Dat betrapt, mooi. Ja. En dat ook vind ik prachtig. Ja. Ja, bij dat zelfportret als Paulus ook, is dat ook zo mooi, hè? Daar zit ook zo'n twijfel in. Ja, en er zit ook die dubbelheid in. Van... Ja, ik heb maar voor de grap even een heleboel op een rijtje gezet. Ik heb mijn hoofd 80 zelfportretten geschilderd. Gaaf dit. Ja, dat is mooi. Fijn. Leuk, hè? Ja, heel leuk. En ik bedoel, als je kijkt die ads daar, die zwart-witte in het midden, dat is echt een trotse veertiger. En die Paulus, daar zit al een oude man, hè? Het is ook, die zit in twijfel. En zo'n jonge kunstenaar vind ik echt, vind ik wel trots. Een beetje hooghartig bijna. En dan de rechtsonder naast die tronieportret, die ads, die is ook een beetje ingezakt of zo. En als je dan inzoomt, als je naar dat ingezoomde oog kijkt, rechts boven die ads. Dat is prachtig, ja. Een soort fronsin of zo, hè? Mm-hmm. Ja. Nou ja, kwetsbaarheid. Dat laten zien en dat durven laten zien. Ja, ja, ik ben ervoor. Ja. Ik ook. Ik ben ervoor, ja. Ik denk dat we het wel kunnen gebruiken, Mieke, nu, na die coronatijd. Ja. Communicatie is toch een beetje moeilijk weer soms. Ik denk, Precies. Ja. Ja. Nee, ik vond het ook wel een mooi onderwerp, maar ik bedoel, niet om het zo heel zwaar te maken of zo, maar ik word er nu heel veel mee geconfronteerd. En het is eigenlijk zo positief dat ik iets kan betekenen voor mensen als workshop... met die workshops en de lezingen. En ik durf bijna te beweren dat ik de lezingen nog bijzonderer vind, omdat ik zulke bijzondere dingen hoor van de mensen. Maar dat de mensen dan ook van mij, van elkaar verhalen horen. Weet je wel? Dat gebeurt er dus ook. Dus daarom zeggen ze ook, jij bent echt onmisbaar geworden. Want allerlei afdelingen waar mensen de hele dag zitten, weet je? Het is echt vreselijk. En dan worden ze naar beneden gerold in de lift gezet en dan zitten ze in allerlei verschillende teams voor corona, weet je wel, die aan die tafel, die aan die. Maar dan horen ze opeens dat iemand ooit zwemkampioen is geweest. Of bijvoorbeeld dan zeg ik, we hebben het over hobby's. En dan vertelt iemand, ik was organist en ik heb nog in de mooie kerk van Naarden gespeeld. Op dat grote orgel. En dat is niks bij dit afschuwelijke plastic orgeltje wat ik boven heb staan. Maar ja, ik zit hier.
En dan zit een andere man, die kan alleen maar zo doen. Dan zeg ik van, oh, heb je gebokst? Maar die kan niet eens meer praten. Dus die kwetsbaarheid, ja, ik weet niet. Ik ben er gewoon helemaal ingedoken, want ik voel me wel, hoe zeg je dat, geroepen om daar wat mee te doen nu. En ik ga daar niet meer mee stoppen. Ik vind het heel leuk om weer naar de musea te gaan straks. Maar ik blijf dat doen. En ik vind het ook in kunstenaars zichtbaar, in de kunstwerken, dat ik dat, ja, ik vind dat bijzonder. En dit laatste kunstwerk, om af te sluiten, kennen jullie die? Nee. Ik vond hem eigenlijk best wel vrolijk. Dus ik dacht, ja, hij is vrolijk en niet vrolijk. Dat is net zoals bij al die werken die ik heb laten zien. Ambivalente gedoe. Nee? Wie kent het? Wie denkt het te weten wie dat heeft gemaakt? Is het niet Paul Klee? Ja, Paul Klee. Ja. En kijk eens goed. Nou, doen jullie wel. Maar zien jullie wat het is? Er zit een hendel aan. Je kan iets draaien daar rechts. Ja, precies. Dus wat zou er gebeuren, Maartje? Wat zou er gebeuren als je dat hendeltje in gang zet, in beweging, dat hele gedoe in beweging zet. Ik zie ook een soort stokje, gaat hij dat draaien als je dit doet? Ja. Dat stokje ook, dat wordt over, zoals bij de molen. Ja, allebei. Wat gebeurt er dan met die kleurtjes? Daaronder kan ik het niet zien. Oh ja, daaronder niet, maar daarboven. Ja, die gaan mee natuurlijk. En wat gaan die dan doen? Ze zingen. Ja, ze gaan zingen. Die worden misselijk. Goed. Geef er eens een leuke naam aan. Dat vraag ik ook aan de mensen met dementie. Die komen ze met de meest waanzinnig leuke antwoorden. Hoe zouden jullie het noemen, dit kunstwerk? Carousel. Draaiorgel, dacht ik ook. Ja, draaiorgel. Draaiende ronde. Ja, het heet die switchermachine. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En vertaald is dat twitteringmachine. Nou, ik weet niet twitteren of het echt een woord is. Ja. Switcher ook. Wie is het Duits? Of Berdinia spreekt denk ik goed Duits ook, toch? Oh, is er iemand die goed Duits spreekt? Weet iemand of dat een echt woord is? Twitteren? Ook Nederlands ook, trouwens. Ja, volgens mij is het gewoon kwetteren. Twitteren. Vandaar ook Twitter, het sociale medium, bla bla bla. Ja. Wat ben ik toch naïef? Nee, ja, het kan gebeuren, blinde plek. Ja. Jezus, oh sorry. Het is grappig. Nou ja, die switchmachine uit 1922. En wat zegt hij erover? Nee, hij zegt er niks over, maar ik ga er nog even iets over voorlezen. Die tjilpmachine noemen ze het ook wel in teksten. Heeft eigenlijk geen duidelijke toepasbare praktische functie, dit ding. Met een dergelijke nutteloze constructie sluit Klee aan bij andere kunstenaars van dadaïsme. Zoals Hans Arp, Marcel Duchamp, Max Ernst, Francis Picabio en Man Ray. Maar dit vond ik ook interessant en daar wil ik mee afsluiten. Uit het werk blijkt de zorg die Paul Klee heeft over de ontwikkeling, dat mensen en natuur steeds verder van elkaar verwijderd raken door industrialisatie. De mens raakt vreemd van zijn oorsprong. Klee hield zich ten tijde van het maken van deze tekening ook bezig met de vrije beweging. In zijn essay Weken des Natuurstudiums werkte hij zijn overpeinzingen hieromtrent verder uit. Nou ja, hij was geïnteresseerd in een beweging die dwars door alle beperkingen heen kon gaan. Waardoor de mensheid zou kunnen loskomen van de wetten van het aardse bestaan. Nou, ga er maar aan staan. Daar geloofde hij in. Nou ja, twittering machine. Nou, als het chilp is wat ze doet, is het ook goed. Maar ik vind dat een heel mooi werk. Ik weet niet, ik ken het al jaren. Ik vind het op de een of andere manier heel sympathiek. Jazeker, ik ben dol op Paul Klee. Alles vind ik mooi van hem. Ja. Weet je er veel van, Helena? Ik geniet gewoon iedere keer als ik het weer eens tegenkom. Ja, nou, ik had nog willen laten zien wat ik met de dementerende doe, maar het is al 9:15, dus dat doe ik niet meer. Maar ik ben klaar. Nou, bedankt. Dank je wel. Leuk, interessant. Ja, dank. Heel leuk, Mieke. Dank je wel. Dank je wel. Heel inspirerend. Dank je wel. Ja, dank je wel, Mieke.
Ja, alsjeblieft, Martine. Ja, het was een mengelmoesje van dingen, maar ja, nogmaals, het is eigenlijk ook juist wel weer leuk. Ik ben geen kunsthistoricus en ik ga niet van stroming naar stroming, maar gewoon vanuit een onderwerp. Dat vind ik eigenlijk wel een hele frisse manier van lezingen geven zelf. Ja, hele leuke insteek. Ja, ja. Dus ik kan het je aanraden. Ja. Ja. En je vertelt ook heel leuk, Mieke. Zo heel vanzelf, ja. Heel natuurlijk. Ja. Oh, dank. Echt je eigen. Ja. Ik zou dit eerlijk gezegd 8 jaar geleden echt nooit gedurfd hebben. Dus daar moet je dan 53 voor worden om het lef te hebben om dit te gaan doen. Maar ik merkte gewoon in het voorbereiden, ik dacht, ik doe het gewoon mijn manier. En dan is het ook goed. Ja, en het werkt. En dat werkt dan. En dat moet ik dan. Dan heb ik langzaam ontdekt. En ja, dan heb je er ook plezier in. Dus kan het jullie aanraden. Heel leuk. Ja. Ontzettend leuk, Mieke. Super, dank je. Heel inspirerend. En ik ben eigenlijk nog wel benieuwd. Maar dat is dus te lang. Of je het nou met dementerende mensen heel anders doet. Want je zei net. Nee. Nou, in zoverre, ik ben getraind in die methodiek van onvergetelijk. Alhoewel het Rijks dat niet zo mag noemen, omdat dat die subsidie op was, zeg maar. Maar die onvergetelijk gaat uit van een onderwerp, dus precies wat ik met jullie heb gedaan. Ja. Dat is niet anders, maar er zijn 4 vragen. En ik hou die methodiek heel streng aan. Ja. Ik werk ze van A tot Z uit, mijn lezing. Kost me 1 dag. En dat is wel eens in de 2 weken een nieuwe lezing van. Ja. Dus het kost me een volle dag. En allemaal vriendinnen roepen van, joh, dat gooi je toch zo in elkaar? Dat is niet zo. Want ik wil dat in zo'n onderwerp alle aspecten van dat onderwerp aan bod komen. En ik denk altijd na, ik begin de mensen ook te kennen in die huizen. Dus ik denk ook na van, goh, ik doe een stukje pianomuziek in, of een kunstwerk waarbij er muzikant te zien is, of zoiets, weet je wel. Ja. Waardoor ik denk van, ja, die mensen moeten gaan vertellen. En dus ik volg die methodiek van 4 vragen. Ja. En dat doe ik heel streng. En dus ik schrijf ze helemaal uit. Maar ik heb nu wel al 10 op de plank liggen. En het doel is dat ik dit natuurlijk op meer plekken ga doen. Ja. En nou werd ik gisteren gebeld door een huis, want ik heb in oktober stress van die corona, geen inkomsten, 2 kunstenaars zijn wij. Ik heb een partner en 2 zo opgroeiende zoons. Help, weet je wel. Toen dacht ik, nou, dit gaat best goed in dat verpleeghuis. En toen heb ik een tekst geschreven en heel veel foto's bijgestopt, omdat ik gewoon hele leuke, mooie resultaten heb met die workshops. En toen dacht ik al van, ja, wie ken ik? Nou, ik kende iemand die ooit manager was geweest bij Cordaan, bij zo'n organisatie met heel veel huizen. En toen zei ze van, nou, dat doe ik al lang niet meer, maar daarna heb ik bij nog heel veel organisaties gewerkt. Ik verspreid dat wel, want ik vind het fantastisch wat je doet. En gisteren werd ik weer gebeld, zijn nu al 2 huizen uitgerold. Dus nou, wat leuk. Ja, en zij zeggen van, dit is precies wat wij zoeken, want zij gaan sommige mensen gaan geen beetje gechargeerd, maar geen paaseitjes schilderen. Die willen het gewoon echt ook over Mondriaan hebben. Ja. En kom eens als mensen toe. Die vraag kan een keertje over Kandinsky vertellen. Ja, zeker. Ja. En dat is een beetje een gat in de markt, maar dat durf ik nu niet heel hard te gaan roepen. Ga je keihard in, Mieke. Shit. Maar ik stel mij zeer kwetsbaar op nu. Maar het is wel heel erg te gek. Dus gisteren kreeg ik een telefoontje van, ja, dit ligt al 5 maanden te wachten, maar ik weet al vanuit je tekst dat ik je wil. Weet je wel? Ja, dus geweldig. Ja, het is echt geweldig. En ik twijfel ook nu heel erg van, ja, ik heb zoveel bordjes in de lucht, want ik heb ook 2 nieuwe tentoonstellingen georganiseerd met mijn eigen werk. En ik denk van, jeetje, straks gaan die musea weer open. En denk, moet ik nou een website maken van dit verhaal? Of moet ik het gewoon houden bij mond-op-mond reclame? Want ik vind dat eigenlijk ook wel leuk. Dat het gewoon volgens mij is dat. Ik denk, je kan het ook omdraaien inderdaad. Want wij kunnen ook jouw netwerk zijn. En ik vind het fantastisch. Dus als wij mensen, verpleeghuizen kennen waarvan we denken, die zitten te wachten op iemand als jij. Ik kan er minstens wel weer 1 noemen, denk ik. En ik heb toevallig hier laatst ook over gehad met een vriendin. Die zit dan in de yoga hoek. En ik was stadswandelingen aan het maken in Haarlem om een beetje te surviven.
En ja, die zegt ook, ik twijfel of ik die social media echt ontzettend veel tijd in moet stoppen. Want ik krijg fantastisch leuke reacties, maar eigenlijk bijna nul boekingen. En dat gaat meestal meer via familie, via je eigen netwerk. Dat is geloof ik toch beter. Ja. Als je echt iets wil verkopen. Ja, misschien wel, hè. Ja. Merk ik. Ik heb nog steeds een beetje tozo. Mijn partner is ook ontslagen vorig jaar door corona. Ja. En het is nou helemaal zo. En, maar toen